Als uw nieren slecht werken. Uw nieren maken uw bloed schoon. Werken uw nieren heel slecht, dan blijven er te veel afvalstoffen en vocht in uw bloed. Dat is gevaarlijk. Uw bloed moet dan op een andere manier schoongemaakt worden. Dit filmpje gaat over niertransplantatie. Bij een niertransplantatie krijgt u een nier van iemand anders. Dit noemen we de donor. Het kan een levende of overleden donor zijn. Een levende donor is vaak een familielid, partner of goede vriend of vriendin. Maar het kan ook een onbekende zijn. Wilt iemand u een nier geven? Dan moet u eerst goed nadenken over de transplantatie. Ook de donor moet daar goed over nadenken. Wilt u het allebei? Dan kijkt de arts of de transplantatie mogelijk is. De donor krijgt veel onderzoeken en gesprekken in het ziekenhuis. De arts kijkt dan of de donor geschikt is. Ook onderzoekt de arts of de nier van de donor bij u past. Daarvoor vergelijkt hij onder andere uw bloed met het bloed van de donor. Ook kijkt hij of u gezond genoeg bent voor een transplantatie. Dat kan hij zien met verschillende onderzoeken, bijvoorbeeld met onderzoek van uw bloedvaten. Na de onderzoeken. Kunt u niet meteen getransplanteerd worden? Dat duurt een paar maanden. Voor een nier van een overleden donor is een wachtlijst. De arts onderzoekt dan eerst of u gezond genoeg bent voor een transplantatie. Ook bepaalt hij wat voor een donornier bij u past. Dat doet de arts door uw bloed te onderzoeken. Als alles goed verloopt, komt u daarna op de wachtlijst. U moet ongeveer drie jaar wachten op een nier van een overleden donor. In die tijd moet u dialyseren. Na de transplantatie moet u eerst opknappen. Daarna voelt u zich vaak beter dan voor de operatie. U mag weer bijna alles eten. Wel moet u regelmatig voor controle naar uw arts. En u moet elke dag medicijnen slikken. Anders stoot uw lichaam de donornier af. Deze medicijnen kunnen bijwerkingen geven. U kunt vaker ziek zijn. Ook heeft u meer kans op sommige soorten kanker. Een nier van een overleden donor gaat gemiddeld 10 jaar mee. Een nier van een levende donor, gemiddeld 20 jaar. Soms stoot uw lichaam de nieuwe nier af. De nier werkt dan niet meer. U moet dan dialyseren. Dan moet u ook nadenken of u nog een keer een nieuwe nier wilt. Werken uw nieren heel slecht, dan heeft u een behandeling nodig. Praat met uw arts over wat mogelijk en belangrijk is voor u. Maar ook met de maatschappelijk werker of de verpleegkundige. Of met uw familie of vrienden. Kijk op www.nierwijzer.nl voor filmpjes met ervaringen van andere patiënten. Daarna bepaalt u samen met uw arts welke behandeling voor u het beste is.